Mijn naam is Peter van den Hout en ik ben een van de vrijwillige chauffeurs. Namens Cynthia nodig ik u uit om een kijkje te komen nemen op een van onze dagcentra. Onze dagcentra zijn er voor u als u zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen, maar wel behoefte heeft aan zinvolle dagbesteding en extra zorg. Op locatie Oranje Nassausoord in Wageningen vindt u dagcentrum Het Reënbos. Hier heeft u uitzicht over hertjes en in de zomer is het heerlijk om buiten te lunchen. Vroeger wandelde ik altijd met andere vriendinnen toen ik nog echt goed kon lopen. Maar dan kwamen we hier altijd vanaf Wageningen hier langs gewandeld. Ik kende het hier een klein beetje. Ik geniet uitbundig van de natuur. En vooral hier die grote bomen en de hertjes. Ik hou van groen en ik hou van mooie gebouwen. Op locatie De Lingenhof in Bemmel vindt u dagcentrum De Appelbloesem. Deze locatie is landelijk gelegen in de Betuwe en ligt nagenoeg in het centrum van het dorp. Ik kom hier 3 keer in de week en ik vind het hier altijd prettig om hier naartoe te gaan. Langskomen is heel eenvoudig. Wij helpen u met uw aanmelding en we regelen samen het vervoer. Zodra u binnenstapt, ervaart u direct de huiselijke sfeer. We starten de dag altijd samen en tussen de middag wordt er gezellig met elkaar geluncht. Ze hebben heerlijk eten hier. De verzorging is uitermate goed en de medepatiënten die zijn heel gezellig. Maar je moet zelf ook gezellig maken. Maar ik ben een prater, ik knoop gauw een gesprek aan. Gezellig kletsen, bessen. Het oude hoedblad, om het zo maar plat uit te zeggen. Ik ben altijd onder mensen geweest. Als je thuis zit, dan zitten de muren zeggen dus niks. 46. Bingo! U kunt deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals bewegen, spelletjes en muziek. En als u andere hobby's heeft, dan kijken we samen of u deze kunt uitvoeren. U bepaalt zelf dus hoe uw dag eruit komt te zien. Ik moet toch ook wel wat doen. Ik durf niet te fietsen, dus daarom zit ik hier dan op de home trainer 's middags. Heeft u een indicatie voor behandelingen, dan kunt u ook gebruik maken van onze zorgmogelijkheden. Of een paar dagen blijven logeren als er langer zorg nodig is. Op onze locaties zijn goed opgeleide fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en andere specialisten aanwezig. Het gaat niet zo best bij mij. Vooral als ik heel erg moe ben, dan ga ik naar Locobody. Met de dagbesteding ontlast u uw naaste en u kunt langer thuis blijven wonen. Dan zeg ik tegen mijn vrouw, ik was liever bij jou gebleven. En dan zegt zij ja, maar het is beter voor ons allebei dat je vandaag hier naartoe gaat. Zij kan nog boodschappen doen, met vriendinnen koffie drinken. En ja, we zijn met z'n tweeën zo gelukkig. We blijven met u en uw naaste overleggen hoe het met u gaat. En zo kunnen we samen bepalen of er extra ondersteuning nodig is. En ik vind dus echt hier dit personeel stuk voor stuk. Namens Cynthia nodig ik u van harte uit om eens een keer vrijblijvend langs te komen. Zodat u een goed beeld krijgt van wat wij voor u kunnen betekenen. Het is hier gezellig en het breekt de tijd. Ik ben blij dat ik dit gedaan heb. Meer informatie is te vinden op de website. En u kunt ons ook bellen of mailen. Hopelijk zien we u binnenkort.